Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik een autotour voor jullie opnemen. En ik ga mijn auto ook weer helemaal wassen en schoonmaken. Aangezien ik hem dadelijk weer veel ga gebruiken. Het was daarentegen ook een video die super vaak was aangevraagd. Dus ik dacht, ja, ik ga dat gewoon voor jullie opnemen. Nou, zo ziet mijn auto eruit nu die nog vies is. Dit is de binnenkant. En je ziet ook dat daar zo op de grond heel veel kruimels liggen. En daar ook. En ik heb hier achter ook nog allemaal jasjes en vesten liggen. Dat is ook niet helemaal... Hallo, stel eens scherp. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Mark had mij geleerd dat ik of eerst de binnenkant moest doen van de auto. Of de buitenkant. Maar ik weet het dus niet meer. Dus we gaan voor de buitenkant. Oké, volgens mij was het toch eerst de binnenkant. Ik ga de stofzuiger pakken. De stofzuiger is aangekoppeld, zoals je kan zien. Het was een beetje een kort snoer. Maar ik heb het gefixt. Dit ziet er echt al veel beter uit. Kijk eens even. En hierachter heb ik het ook gedaan. Ja. Het ziet er ook al super schoon uit. Volgens mij heeft de vorige eigenaar van mijn auto, want hij is tweedehands, een hond gehad of zo. Want de achterbak wil ik dus schoonmaken en de hoenenplank en zo. Maar er zitten zoveel hondenharen. Ik krijg ze gewoon niet weg. Dit kastje is ook echt chaos hier zo. Mijn parkeerkaart. En ik heb hier zo ook nog van die bomen in mijn auto. Voor in mijn auto. En ik denk dat ik dadelijk deze op ga hangen. Want die had ik dus aan het begin van toen ik mijn auto had ook. En die was echt heel lekker. En ik heb ook nog iets met aardbei. Dit is mint volgens mij. Dit is iets met fruit cocktail. En wat is dit? Het is ook een geur, maar geen idee. Ik heb nu trouwens deze boom in mijn auto. En ja, die ruikt niet meer zo lekker. Oké, de binnenkant van de auto is nu helemaal gedaan als het goed is. Ik heb gestofzuigd en al die matjes schoongemaakt. Ik heb met een doekje eventjes de auto schoongemaakt van binnen. En de achterbak heb ik schoongemaakt. De bekleding heb ik schoongemaakt. Dus als het goed is alles lekker schoon. Dus ik ga nu met de buitenkant beginnen.
Oké, boys, ik zit op de achterbank van mijn net schoongemaakte auto. En Mark, ik hoop dat je trots op me bent. Ik weet niet of wat ik schoongemaakt heb in de goede volgorde, zoals je me hebt verteld. Maar ja, ik ben een meisje en ik heb nul verstand van auto's, dus dan mag het. Vanaf hier wil ik jullie eigenlijk een autotour gaan geven, dus enjoy. Oké, dit is het stuur van mijn Kia Picanto. En ik heb een sleutel die ik op afstand, waarmee ik op afstand de deur open kan doen van mijn auto. En dan heb ik hier zo de knopjes zitten om mijn spiegels af te stellen. Om binnenin de auto op slot te kunnen doen en om de ramen open te doen. Ook aan de andere kant zit dan het knopje om het raam mee te besturen. Dan eventjes naar het middelste gedeelte van mijn auto. Ik heb daar zo een telefoonhouder zitten. En daar heb ik er al iets van 6000 van gekocht. Want iedere keer zitten ze niet naar hoe ik wil. Maar ja, deze van de Mediamarkt en die is op zich wel oké. Dan heb ik een doodnormale radio. Ik heb geen navigatie. Daar is deze auto weer te oud voor. Maar ik kan wel een cd erin doen. Alleen dat is eigenlijk niet nodig, want ik speel eigenlijk hoegenaamd altijd muziek af vanaf mijn telefoon van Spotify. En omdat het een comfort edition is, heb ik een snoertje om mijn telefoon op te laden in de auto. En kan ik gewoon een AUX snoertje in mijn telefoon stoppen. De USB doet het niet, maar die is in ieder geval niet bedoeld om in je telefoon te stoppen. Voor zover ik weet. En dan staat daar nog een potje kauwgom die ik echt heel handig vind om in mijn auto te hebben. Daar zo heb ik een fles staan met water. En dat vind ik altijd echt super handig om gewoon bij me in de auto te hebben. Dus vandaar dat die daar staat. Ik heb ook een hele leuke asbak in mijn auto, terwijl ik niet rook. Maar ik dacht, ja, hey, die hoort gewoon bij het interieur van mijn auto. Dus ik laat hem gewoon staan. Dan komen we bij het zonneklepje aan. Ik weet niet hoe dat heet. Is er een naam voor? Zo ja, laat me weten. En hij heeft een spiegeltje. Dus dat vind ik super cool. En ook aan de andere kant is er een zonklepding met een spiegeltje. Dan is het nu tijd om eventjes mijn boom te verwisselen. Ik had deze om mijn spiegel zitten. Maar ik ga nu de lavendelboom om mijn spiegel hangen. Dit was dan de video over mijn auto. Vond je het een leuke video? En ben je nou trots op me dat ik mijn auto zo goed heb schoongemaakt? Doe eventjes dat duimpje omhoog. Abonneer je ook even hieronder. En dan hoop ik je in de volgende video snel weer terug te zien. Doei!